Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Iedereen heeft natuurlijk gewacht op de uitslag en dat gaan we in deze video bekendmaken. Maar ik wil eerst zeggen dat ik echt super coole hutten heb gezien. Van villa's, boten, huizen, bioscopen, echt van alles. En ik vond het super knap dat jullie dat hebben gemaakt in die korte tijd dat jullie hadden door de maatregelen. Binnenkort komt dan ook de video online staan waarin alle hutten te zien zijn. Dus daar kunnen jullie allemaal op wachten. Maar het duurt wat langer dit jaar. En omdat het een lange video is. En omdat we maar één editor hebben. En dat is Lars, die ook altijd achter de camera staat. En hij edit de video's altijd super goed. Dus hem wil ik ook echt super erg bedanken daarvoor. En dan nu het moment waarop iedereen heeft gewacht. De prijsuitreiking. Ik heb hem hier voor me doorgekregen van de jury. En daar gaan we gewoon beginnen. Op de derde plek is geëindigd Team J en J. Super leuk jongens. En ik ben er ook langs geweest. En die video gaan we nu bekijken. We zijn aangekomen bij de volgende hut. En met welk groepje hebben we te maken? De J en J's. De J en J's. Zeg ik het wel goed? Ja. Kijk eens aan. En wat zijn jullie aan het maken? Wat hebben jullie gemaakt? Een huis. Van een film. Welke film? Dat weten we niet meer. Oh, dat weten we niet meer. Ja, ik zie wel, kan wel zien dat het een huis is. Voor mij is het niet meer een huis, voor mij is het gewoon een dikke villa. Dat is waar. Kijk eens aan. En mogen we even anders een rondleiding zo? Ja, kijk, de cameraman die maakt nog even een mooi rondje. Waar beginnen we dan? Hier. Hier zo. En wat is dit? Dit is een ondergronds huis. Ondergronds huis. Ja. Kijk, en dan kan je helemaal doorheen lopen. Misschien kan je het even laten zien hoe... Kijk eens aan, daar gaan ze helemaal rondomheen. Kan je helemaal erachter. En we hebben daar een bank. En een bank zelfs nog, jongens. Kijk hoe leuk. Wat hebben jullie hierboven dan? Nou, een soort balkon. Zullen we even erheen lopen? Ja. Zo. Nou. Kan de cameraman het ook zien? Hier is ook een bank. We hebben ook een bank gemaakt. Ja. Kijk eens aan, jongens. Kijk hoe leuk dat eruit ziet. Schuilen kunnen we. Ja, ik zie het. En als het zou regenen... Ik denk niet dat het nu gaat regelen, maar jullie hebben wel een mooie hut gemaakt, jongens. Ja, dankjewel. Echt, mijn complimenten. Ja, dankjewel. Ik hoop jullie volgend jaar het zien en dan gaan we op naar de volgende. Ja. Dat was dan de hut van Team J en J. Jongens, gefeliciteerd hoe wij het met de prijsuitreiking gaan doen. Wij nemen nog contact op daarover. En dan gaan we door naar de tweede plek. Op de tweede plek is geëindigd de bouwbazen. En die video gaan we nu ook bekijken. Openluchtbioscoop, wat leuk. Mag ik even rondkijken? Kan jij mij ook nog wat uitleggen over jullie hut? De bouwbazen. Wat leuk. Een glijbaan. Goeie improvisatie. Gereedschap. Dat is altijd handig, hè? Ja. Oh! We gaan naar de bioscoop, jongens. Even kijken. Ja. Ik pak even een filmpje mee, hoor. Jassen en tassen, wat leuk. Moet je eens kijken wat voor mooie openluchttheater zij hebben gemaakt. Ik was er zelf ook heel tevreden over en ze hadden het mooi afgewerkt. Maar dan de vraag, wie is geëindigd op nummer 1? Het is geworden de eerste plek, Bouwdorp 2020. De hamertjes, jazeker. De hut waar, ja, jongens, echt een... En meisje, als het goed is, echt een hele mooie boot hebben gemaakt. En die gaan we ook bekijken. Hallo jongens, hoe gaat het ermee?
prima. Wat zijn jullie aan het maken? We moeten nog een kapiteinshut. Ja. Kapiteinshut. En het schip van Jack Sparrow. Kijk eens aan. Pirates of the Caribbean. Kijk eens. Kan ik een rondleiding krijgen? Ja. Waar beginnen we dan? Aan deze kant. En dan, waar gaan we heen? Dan hier binnen hebben we met spijkers een beetje er half ingeslagen om de tas op te hangen. Kijk eens, hier binnen kan je allemaal je tas ophangen, die zijkant en aan die zijkant. Ja, en binnen is niet zo heel veel. Maar buiten is het meest. Oké, ik zie het. Het ziet er wel mooi ruim uit. Geen gekke spijkers die uitslaan. Behalve degene gewoon waar je op kan ophangen. Kijk. Kijk, hier is de trap omhoog te gaan. Is ook druk bezig met ophangen. Hier hebben we nog de boeg van de boot. Kijk, de boeg. Heel mooi gedaan met dat lint. We hebben het zelf, maar die moeten we misschien zo meteen af omdat het een beetje hard waait. Ja, het zelf moeten we misschien wel af. Moeten even kijken. Ja. En we zijn nu bezig met kanonnen. Kijk, we hebben ook kanonnen hier nog. En die gaan jullie zo doen, dan heb je ook nog kanonnen. Heel leuk gedaan, jongens. Kijk eens aan. Ik wens jullie heel veel succes en hopelijk tot volgend jaar. Jullie ook, super gefeliciteerd. Wij gaan ook contact met jullie opnemen, dus jullie kunnen een e-mail verwachten. Voor de rest jongens, jullie hebben allemaal super mooie hutten gemaakt. Ik vond het echt heel erg, ja, gewoon goed van jullie, dat jullie in de korte tijd dat jullie hadden, zulke mooie hutten hebben gemaakt. Heb je nou niet gewonnen, wees niet getreurd. Volgend jaar weer een nieuwe kans. En gewoon één groot feest weer. Verder wil ik alle sponsoren bedanken die Bouwdorp weer hebben gesteund dit jaar. Ze komen allemaal in beeld nu. Zonder jullie was Bouwdorp echt niet mogelijk geweest. Jullie financiële support, dat betekent echt heel veel voor ons. En ook natuurlijk iedereen waar we collecten hebben gelopen. Dank jullie wel dat jullie iets hebben gegeven aan Bouwdorp. Verder wil ik ook alle vrijwilligers bedanken. Zij hebben echt een hele week super goed geholpen. Niet alleen natuurlijk waar de kinderen bij waren, maar ook voor de voorbereidingen. En de afbouw. Er zit namelijk gewoon echt een hele grote organisatie achter het Bouwdorp. Ook wil ik ouders bedanken voor hun begrip. Want het is gewoon wat korter geweest dit jaar. Maar we hebben ook gewoon hele positieve reacties daarover gehad. Ook al ben je niet in de prijs gevallen, niet getreurd. Volgend jaar maken we er één groot feest van. Wij kunnen met z'n allen zeggen, hopelijk zien we jou volgend jaar. Ciao!